Met deze handtekening van burgemeester Gerrit-Jan Gorter is de verkiezingsuitslag definitief. Leefbaar Zeewolde is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en mag in de komende gemeenteraad liefst 10 van de 19 zetels bezetten. Nou, ik moest even bezinken, maar inmiddels is het een beetje bezonken in het nieuwe team. En met alle kandidaten en heb ik er vooral heel veel zin in. Het is een bijzondere uitslag, omdat natuurlijk één partij de absolute meerderheid heeft. In Den Lande is het lastig uitlegbaar dat die bewuste partij meer dan 50% van de zetels heeft en minder dan 50% van de stemmen. Ja, maar dat is de regeling zoals die in de kieswet staat. Hè. Eerst worden de volledige zetels geteld. Dat was inderdaad voor de grootste partij 8. Maar dan krijg je de reststemverdeling. En dan maakt dus heel veel uit hoeveel stemmen je al hebt. En dan vallen dus 2 restzetels vallen aan Leefbaar Zeewolde. Mensen die zeiden van nou, ik zie het jullie wel doen. Mensen die zeiden, ik had dit wel verwacht. Getoeter op straat. Mensen die me feliciteren op straat. Dus echt vooral heel veel enthousiasme. Met haar nee-stem tegen het datacenter heeft Leefbaar Zeewolde in alle waarschijnlijkheid veel plaatsgenoten weten te overtuigen op haar te stemmen. Want deze is natuurlijk wel meer dan een datacenter en daar zijn we ons hartstikke van bewust. Het liefst zet ik ook gewoon nu een streep door dat datacentrum heen. En dan gaan we voor Zeewolde aan de slag. Want het is ook voor zorgen dat die bossen blijven. Zorgen dat we wel plekken gaan aanwijzen waar wel woningen mogen komen. De hele coronacrisis heeft natuurlijk een behoorlijke weerslag gehad op het verenigingsleven. Dus daar moeten we echt keihard mee aan de bak. Jongerenwoningen en goedkope woningen bouwen, daar moeten we ook mee aan de slag. Dus echt genoeg te doen. Ja, nou, je zei net al met een kwinkslag een streepboord datacenter. Ja, letterlijk in dit geval natuurlijk. Maar figuurlijk, dat heeft nogal wat voet in de aarde. Ja, het zijn er nog niet. Het lijkt wel de goede kant op te gaan met de uitspraak van minister De Jonge. Die nu zegt dat hij zelf ook liever niet de grond wil verkopen. En ook zegt, nou ja, als de gemeente zelf het niet wil nu, dan biedt dat wel kansen. Ja, is het beter een halve keer dan een hele gedwaald? Nou, precies zo is het, ja. Dat we het nu maar tegenhouden als het kan.